We gaan naar Duitsland, Rijnhessen. Rijnhessen is een prachtig gebied, wat eigenlijk altijd een heel klein beetje vergeten wordt, omdat iedereen richting Mosel gaat. En daar worden natuurlijk prachtige wijnen geproduceerd, maar zeker Rijnhessen is de moeite waard. Daar komen een aantal producenten vandaan die prachtige, fenomenaal mooie wijnen maken. En Oswald is wat kleiner bedrijf, wat ook hele leuke, interessante stijlen van wijn maakt. Dit is een Weissburgunder Trocken. Een Weissburgunder is beter bekend ook als Pinot Blanc, in de Nederlandse volksmond, zullen we maar zeggen. En origineert dus oorspronkelijk uit Elzas, dus het noorden van Frankrijk. Maar in Elzas krijg je altijd wat vollere, rijpere stijlen van wijn. En wat het mooie is, als je richting Duitsland gaat voor Weissburgunder, krijg je een klein beetje een kleine zusje van de Riesling, zeg maar. Prachtige, mooie, frisse zuren. Maar dat karakter van die Weissburgunder, of Pinot Blanc, blijft dus wel behouden. Je krijgt een hele lichte, tropische toets in de wijn. Iets van bananen, ananas, guave. Maar heel fris, heel licht, niet overdadig. Ook geen hout gebruikt in de wijn. Pure expressie van het terroir. Mooi kalk in de grond in Rijnhessen. En dat geeft een heel mooi karakter aan de wijn. Weissburgunder staat natuurlijk bekend om een grootschalig inzetbaarheid in de gastronomie. En jammer genoeg zie je het steeds minder, wat ik erg jammer vind, want je kan er prachtige dingen mee doen. Als aperitief zou het misschien net iets te veel karakter hebben. Want het heeft wel heel veel smaak. Hele mooie frisse zuurtonen erin. Mooi rijp tropisch fruit. Je gaat iets meer moeten denken aan dat banaan. Niet dat overrijpe banaan. Maar gewoon net verse banaan, zeg maar. Guave, mango. Een klein beetje lychee zit er doorheen. Een heel mooi bloemig karakter in de wijn. Een klein zuurtje, een klein snoepje wat daarin zit. En een hele mooie lengte ook nog in die wijn. Dit zijn wijnen waar je heel veel mee kan doen. Wat ik zelf fantastisch vind om mee te werken. Als je bijvoorbeeld een zuurkoolschotel hebt. Iets met fazant of verse rookworst, spek erbij. Het zuur snijdt mooi door dat vet heen. En die smaak van die zuurkool die komt ook wel heel mooi overeen met het gerecht. Het is een match made in heaven, zullen we maar zeggen. En gewoon een heel verfijnde stijl van wijn. Dus ik zou echt ook iets lokaals, lekker Duits pakken in gedachten. Als je iets gaat koken, maar een hele frisse stijl om te drinken en zeker om nog mee na te tafelen. Misschien net iets te zwaar als aperitief, maar zeker aan het einde van de maaltijd of bij een hoofdgerecht is het een fantastisch glas om lekker weer wat frisheid te krijgen.